De terugkeer van Johan Voskamp bij Sparta leidt tot veel blije gezichten. Ik kan me voorstellen dat dat bij de directeur van Sparta niet anders is, Wiljan. Ja, kijk, je weet allemaal, hè, als je voor de hele competitie staat, dat je graag doelpunten in huis haalt. Als je dat kunt doen op deze manier, met een speler die hier bekend is geweest, ja, dan is dat voortreffelijk. En volgens mij heeft hij ook heeft hij best wel wat beweging moeten maken en echt de wil moeten hebben om terug te keren bij Sparta. Nou ja, dat zijn zaken die je aan hem moet vragen natuurlijk. Hè. Daar kan ik niet over doen. We hebben er gewoon uitstekende gesprekken gehad met elkaar. We hebben elkaar wat uitgedaagd, hè, voor de carrière die er nu nog speelt. Maar misschien ook voor de toekomst. Nou, en ik denk dat je daarin hebt laten zien, hij van zijn kant en wij van onze kant, dat wij heel goed bij elkaar passen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat jij daar natuurlijk gigantisch blij mee bent. Als je weet wat hij in Polen verdiende, kan ik me zo voorstellen dat dat kan jij hem niet bieden. Dus op een gegeven moment moet jij hebben gemerkt, er zit bewegingsruimte in, daar ben ik heel blij mee. Ja, maar kijk, laten we wel zijn. Hè. Wat er in Polen wordt betaald, dan kunnen weinig ploegen betalen. En zeker niet de ploegen die ook graag Johan onder de contract hadden gekregen. Nou ja, dan moet je creatief zijn. Dan moet je ook in ieder geval, en dat hebben wij gedaan samen met onze trainer, in ieder geval heel erg laten blijken hoe graag wij willen hebben en hoe creatief we daarin zijn geweest. Nou, ik moet zeggen, gesprekken liepen gewoon fantastisch, omdat je elkaar aanvoelt. Je kent elkaar, hè. Dat maakt natuurlijk ook makkelijker. De trainer kent hem, ik ken hem. Ja, dan krijg je toch een iets ander soort gesprek dan dat je in het begin wat kennismaking gesprekken. Het aftasten was er niet bij. We konden gewoon direct recht op ons doel af. Ja, en daar hebben we heel open met elkaar over gesproken. Ja, dit goede nieuws kon je ook wel even gebruiken richting de achterban om eventuele onrust te temperen, of denk jij zo niet? Nee, want kijk, ik vind dat de supporters recht hebben op hun mening te uiten. En we gaan niet een goed nieuws show maken. Wij zijn Sparta, we hebben een bepaald beleid, we hebben een bepaalde visie. We staan ook open voor onze supporters daar waar er kritiek is. En daar waar er zeker kritiek is met een goede onderliggende gedachten daarover. Daar kunnen we iets mee, daar luisteren we naar, daar doen we iets mee. Maar we gaan geen spelers aannemen om het publiek tevreden te stellen. We willen spelers aannemen die iets toe kunnen voegen aan de ambitie die wij hebben. De naam van Johan Voskamp, nou, dat is duidelijk. Iedereen kent die al. De naam van Roderick Gielissen, voor veel mensen die Sparta volgen, misschien toch wat onbekender. Kun je toelichten waarom jullie hem halen? Nou ja, kijk, het is zo dat je ziet vaak en je hoort vaak allerlei namen, maar we hadden Roderick al langer op het oog, omdat hij gewoon een hele goede ontwikkeling doormaakte. We zijn heel intensief, het is natuurlijk ook niet zo moeilijk om bij de buren te gaan kijken naar voetballers. We zijn veel bij de wedstrijd bezig kijken, we zagen een bepaalde ontwikkeling. We moeten eerlijk zijn, we hebben gekeken naar Henk Dijkhuizen. Op het einde van het seizoen hebben we gezegd van oké, de nieuwe hoofdtrainer zegt van akkoord. Nou, dat hebben we willen doen. Henk heeft een fantastische aanbieding van Roda gehad, dan houdt dat op. Nou, dan kun je heel snel doorschakelen. We hebben natuurlijk gekeken naar onze eigen jeugd, hè, met name Renzo. Renzo is nog geblesseerd, heeft toch een lastige blessure gehad. Ja, zal de weg weer terug moeten vinden. Daar hebben we natuurlijk ook vertrouwen in voor de toekomst. Maar we zochten aan de rechterkant, omdat je daar alleen maar Pieter Nijs had, zochten we een rechtsbenige verdediger op dat gebied. Nou, en Roderick heeft laten zien dat je op dit niveau uitstekend kan functioneren. Gedreven, fel, goed op zijn benen staand. Ja, dan kunnen ze hem snel toestaan. En hij wilde heel graag, dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Want het is inderdaad ook een jongen qua leeftijd waarbij mensen zoiets hebben. Ja, Sparta wil de jeugd de kans geven en op zo'n positie is daar dan geen bewegingsruimte. Maar goed, dat geef je net aan. Ja, we hebben achter hem zit Renzo. En Renzo heeft de trainingskamp in de winter meegemaakt. Heeft een hele vervelende blessure. Dus afwacht hoe hij daar terugkomt. Nou, de trainer wil gewoon graag op alle posities dubbel. Dat is ook logisch. Hè. Ik ben zelf natuurlijk ook trainer geweest. Dan wil je dat graag. Dan doe je dat ook. Nou, dan moet je gewoon kijken. Altijd eerst kijken intern. Inkijken, heb je intern de mogelijkheid om dat te doen? Nou ja, we hebben wel talenten. Soms hebben talenten nog iets meer tijd nodig. Nou, dan heb je een fase waarin je goede, talentvolle jongens in de regio die hier graag willen voetballen, die haal je dan naar huis. Waar is de vizier van de algemene technische directeur van Sparta nu op gericht? Welke positie wil jij per se van buitenaf nog iemand halen? Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat het wel duidelijk mag zijn dat we nog graag wel wat linksbenige verdedigers willen hebben. Daar zijn we ook mee bezig. Dat valt niet mee, want ik denk dat er maar heel weinig linkspoten zijn die vrij zijn. Passen in ons budget, die hier willen spelen. Dat valt niet mee, want ik denk dat heel veel ploegen daar op zoek zijn. Dat is eigenlijk op dit moment de hoogste prioriteit er is. En verder, doordat we nu weten van Johan Voskamp, gaan we ook een beetje wat kijken naar de samenstelling van het middenveld en de aanval. Omdat Johan natuurlijk een speler is die dicht en rondom de 16 wil spelen.
Nou, dat vraagt natuurlijk ook wat van het middenveld en de vleugelspitsen. Dat heb ik dagelijks contact over met onze trainer. Maar in eerste instantie ligt het aan de linksbenige verdedigers. Ja. Eén vraag nog. Ik weet, jij gaat meestal niet op namen in, dus ik probeer hem niet zo specifiek toe te spitsen. Aan het einde van het vorige seizoen hebben wij tal van oud-Spartanen gesproken. Die zeiden, als Sparta naar de Eredivisie gaat, dan zouden wij graag terug willen keren bij die club. Namen als Bukari, Mendes, Da Silva, nou, noem het rijtje maar op. Zijn dat soort spelers nu Sparta niet is gepromoveerd sowieso onhaalbaar? Of blijf jij dat soort namen, mensen die dat hebben geuit, blijf je die toch proberen te strikken? Nou ja, het gaat te ver om te zeggen dat ik al de mensen die roepen en zeggen dat ze bij Sparta willen komen, dat ik die ga strikken. Want zoveel mensen hebben we niet nodig. Je kijkt natuurlijk in eerste instantie naar de positie. En je kijkt natuurlijk ook gewoon mensen die een Sparta verleden hebben. Maar je blijft zoeken, je blijft oriënteren. Maar ja, het heeft mee te maken met de posities, de prioriteit in het elftal waar die liggen. Ja, en dan moet je gewoon allemaal afwachten. Maar wij laten geen enkele kans liggen. En elke mogelijkheid die er is, die zijn we te onderzoeken, omdat we het eenmaal moeten. We moeten heel creatief in onze middelen omgaan. We moeten heel gericht zoeken. Nou, dat doen we in deze ook. En dan moet je ook alle mogelijkheden uitpuzzelen. En dat doen we.